De diensten van de oogpolie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn ingaande vandaag genormaliseerd. Dat zegt de oogarts Gerald Paviro Rejo. Het plafond van de polie stortte maandagochtend in, waardoor de diensten niet optimaal konden worden uitgevoerd. Na een evaluatie is er besloten de werkzaamheden te hervatten. Voorlopig wordt er wel gewerkt in een ruimte zonder plafond. Maar het is ook de bedoeling een compleet nieuw gebouw voor de oogpolie te bouwen, zegt Paviro Rejo. Dus zijn we vandaag weer begonnen met de werkzaamheden. Die ravage is opgeruimd. Er zijn provisorische voorzieningen getroffen. Maar het is vooral veilig verklaard en we zijn dus weer begonnen met het zien van patiënten. Betekent dat jullie zonder plafond nou werken? Ja, maar dat is op zich niet zo erg, want er bestonden al plannen om op 3 augustus van start te gaan met de nieuwbouw en renovatie van het totale gebouw. Dus we wisten dat er wat mankementen waren, maar we wisten niet dat het zo erg was. Maar gelukkig hebben we geen ongelukken gehad, dus we werken zonder plafond. Maar ja, het is niet mooi, maar je kunt wel goed werken. Is er geen schade gericht aan apparatuur enzovoorts? Gelukkig niet. Dus in de eerste plaats gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd, persoonlijke ongelukken. En de apparatuur is bespaard gebleven. Dus het gaat alleen om het plafond van de wachtruimte. Dat is bij elkaar ongeveer bijna 300 vierkante meter plafond wat omlaag is gekomen. Maar we werken weer. En we werken het weekend door en volgende week dan zijn we er gewoon weer helemaal. Het nieuwe gebouw voor de oogpolie wordt in samenwerking met het bedrijfsleven voorbereid, zegt Paviro Rejo. Ja, dat is dus een project dat eigenlijk al jaren in voorbereiding is. Het wordt vooral goed ondersteund door de Kerplani Foundation, IM Gold. Die hebben een aanzienlijke donatie gedaan. En het ziekenhuis neemt ook een lening bij de NOB, die is ook een partner. En de bedoeling is dat er over anderhalf jaar dat daar een prachtig, modern, bij de tijds oogcentrum gaat staan. Gerald Paviro Rejo van de oogpolie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij zegt dat de diensten van de polie wederom zijn genormaliseerd. Afgelopen maandag was de dienstverlening stopgezet nadat het plafond van de polie neerstortte.